De kring die leidt een leven volgens de principes eenheid, waarheid, vrijheid. Eenheid is dat de leden van de kring eigenlijk afgezonderd van de maatschappij leven in hun eigen samenleving. Met ideologie en omgangsvormen die wij met z'n allen prettig vinden. Het tweede principe is waarheid. Het principe waarheid is eigenlijk dat de mens is bij geboorte een lege huls. Dus wij zeggen, je bent nog niet vervuild door het wereldse. Die wordt natuurlijk op basis van het leven wat je leidt volgestouwd met aangeleerd gedrag en ervaringen. Dus zo kan een mens dus slecht of goed worden. En wij proberen terug te keren naar die lege huls, om hem daarna helemaal bewust zelf te ontwikkelen. En verder te groeien. Dan is het nog het derde principe, vrijheid. Dat is mijn favoriet. Dat gaat eigenlijk over het vrij zijn van pijnlijke herinneringen. Vrij van oncontroleerbare emoties. Vrij van stress en ongeluk. Maar vrijheid is ook vooral vrij van aardse ellende. Dan ben je dus eigenlijk vrij van het wereld. Kijk, kijk, is je boy, stik je nekje door.